Zelf eet ik al jaren geen vlees meer. De afgelopen jaren heb ik me verdiept in het fenomeen vlees. Een achtergelaten hond en een bloedhete auto leidt tot verhitte discussies. Maar varkens en koeien die urenlang in een snikheet transport zitten, dat vinden we blijkbaar geen probleem. Wat me opviel tijdens mijn zoektocht is dat iedereen wat anders vindt. Al die verschillende meningen leiden eigenlijk alleen maar tot meer vragen. Kunnen we de klimaatverandering stoppen door allemaal geen vlees te eten? Of ligt het genuanceerder? En als bewerkt vlees, zoals ham en worst en frikandellen, door de Wereldgezondheidsorganisatie op de lijst van kankerverwekkende stoffen wordt geplaatst, dezelfde lijst als sigaretten en plutonium, waarom blijven we dat dan gewoon eten? Als je dan toch vlees wil eten, dan wil je toch dat zo'n koe of varken het goed heeft gehad? Dat hij tenminste een keertje in zijn leven buiten in de wei heeft gelopen. Er is een revolutie gaande in Nederland. Na de schuurbranden en de fipronilgate vragen steeds meer Nederlanders zich af wat hun relatie is met vlees en hun eigen consumptie ervan. Iedereen heeft vragen. Hebben dieren het nou echt zo slecht in Nederland? Is Nederland de slager van Europa? Wat kan ik eraan doen? En natuurlijk de hamvraag. Kunnen we en willen we de problemen rondom vlees oplossen? Ik ben opgegroeid op een boerderij met melkkoeien en stieren en akkerbouw. En dit ziet er dan ook wel heel mooi uit. Hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk een plaatje wat ook niet meer representatief is voor de melkveehouderij. Nee, hè? Nee. Het plaatje wordt ons wel voorgeschoten. Ja. Wat is wel een plaatje, als je dat zo zou schetsen, wat is wel een representatief plaatje? Nou ja, je ziet natuurlijk die bedrijven heel groot worden. En dan is het niet meer mogelijk om die koeien buiten te laten lopen. Hè. Dan blijven ze eigenlijk een jaar rond binnen op stal. Dan wordt dat voer wordt gewoon aangevoerd. Hè. Dus het oude idee van die koeien die eten gras op terreinen die we niet kunnen bewerken. En die scharrelen dat zelf bij elkaar, dat wordt steeds minder realiteit. Ik kan heel goed tot één tellen. Hè? Ik zie heel snel een individu. En dat individu, dat wil leven. En dat wil plezier maken. En dat wil zijn varkentjesleven uitvoeren. En daar krijgt een varken in de Nederlandse varkensindustrie geen enkele kans voor. Kun je daar iets meer over vertellen, over die varkensstallen en die kippenhallen waar je geweest bent? Ja, het zijn natuurlijk de varkens die in donkere stallen zitten, bovenop elkaar gepropt. Want ze worden wel steeds groter, maar de stallen blijven dezelfde formaat. Die geen plek hebben waar ze duidelijk hun behoeften kunnen doen. Ja. Plek hebben waar ze leven, waar ze intelligent zijn. Doet er eigenlijk ook niet toe, al zouden ze dommer zijn, dan hebben ze het nog niet verdiend. Alles wat leeft en wat kan lijden, heeft het niet verdiend. Om te lijden. Megastallen zijn alleen groter. En die dieren zelf, die lijden niet intenser. Het is alleen nog verder verwijderd van compassie. Ja. Wat zijn de dingen die jou het meest schokten? Verdoving met CO2 in een gondel. Varkens die naar beneden worden getakeld, waar de mensen het niet kunnen zien. En die in blinde paniek proberen uit die gondel te komen. Ze ademen daar brandend gas in, CO2, dat doet heel erg pijn. Ze zijn doodsbenauwd. Ze kunnen geen kant uit. En dat is een afschuwelijke manier van bedwelmen. Kun je wat laten zien over die varkens? Hier zijn die stroomprikkers, de stroombedwelmers. En ook op de hart. Dus op de hoofd en de hart en binnen zeven de dieren is goed bedwelmd. Okay. Ja, het is een nieuw systeem nu met CO2, wat niet echt oké is. CO2 is wel pijnlijk om in te ademen, vooral voor varkens. Yeah. Als je moet vlees eten en je wil vergelijken die twee systemen, dan zou ik zeggen, dit bedwelming is sneller en minder pijnlijk. In de wet staat eigenlijk dat het bedwelming moet meteen zijn. No? Mm. Dus dat was ons argument. Oké, natuurlijk, je wil het dier eerst bedwelmen. Dat is de hele reden waarom we hebben nu bedwelming technology. Is om het pijn van het slachtproces te voorkomen. Maar als het bedwelmingproces zo pijnlijk is, dan moet je zelf, waarom doen we dat überhaupt? Ja? Mm-hmm. Dus we hebben best wel veel druk opgezet op de industrie en de wetenschappers en de grote bedrijven die maken slachtequipment.
om over te schakelen naar een nieuwe systeem. Want met stroombedwarming is het ook niet zo perfect voor varkens. Het is ook niet altijd diervriendelijk. De stroom zelf is oké bij varkens, is oké geregeld. Maar de hele proces daarvoor, die drijven van de varkens naar een individual gangway voor de stroom, is niet altijd zo makkelijk te doen zonder stress te veroorzaken. Ja. Tuurlijk, ja. Ja, maar je moet altijd uitgaan dat een beest altijd stress heeft als hij geslacht wordt. Stressvrij slachten in mijn ogen bestaat niet. Ik zeg het in mijn workshops ook, er is geen dier die zich aanbiedt bij de slager en zegt van maak mij maar dood. He, op een vrolijke manier, want dat gebeurt gewoon niet. Dus, maar wat is belangrijk? Vermoeidheid, hè? Zijn ze heel moe. Het stressmoment voor het slachten, bij runderen valt dat mee. Varkens hebben dat heel erg natuurlijk, hè? Die zijn sowieso heel stresserig. Herten bijvoorbeeld, die zijn ook heel erg stresserig. En die zijn altijd bang, die lopen altijd weg. Dus die zijn, daarom is het vlees ook altijd donker. He, als je veel stress hebt, dan krijg je donker vlees. Ja. Hoe vermijd je dat? Ja, je kan het vermijden. En dat zeg ik heel eerlijk, bij varkens, de massaproductie, is dat moeilijk. Want je kan geen varken binnen laten komen en zeggen van die slacht ik morgen. He, want die gaan stressen, die gaan elkaar verwonden. Dus dat wil je ook niet. Wat bij varkens, wat ze momenteel doen, is zijn echt slachterijen die echt op het top zijn. Varkens komen binnen, die blijven zo 3-4 uur in een stal staan. Op een verwarmde stal, dan worden ze rustig. En dat scheelt dan een hoop. Met kalveren, met koeien, die mogen best wel een nachtje over blijven staan in een eigen groep, een eigen koppel. Je kan niet een koe pakken en bij een ander koppel neerzetten, maar dat is ook een grote stressmoment. Dus dat moet je ook niet, maar rust. Ja, rust is heel belangrijk. Dus alles moet herstellen, het hele lichaam moet herstellen en dan zijn ze uitgerust en dan worden ze goed geslacht. Waarom vond deze slachterij het oké dat jullie daar filmden? Wel, ik moet zeggen, in Nederland hebben we best wel een goede dialoog opgebouwd. Dat heeft jaren geduurd van vertrouwen en zo met de industrie. En kijk, je hebt ook mensen binnen de industrie die vinden het ook niet zo fijn. Of die staan tenminste open voor nieuwe ideeën. En we gaan altijd naar die slachterijen. Niet alleen maar met onze vinger om te zeggen, jullie zijn slecht, het is niet ons stil. Maar om te zeggen, kijk, misschien kan je kleine aanpassingen maken om het lijden een beetje te verminderen. En die staan bijna altijd open voor die ideeën. En ik vind het ook belangrijk om een positief dialoog te hebben met die mensen. Want zelfs als ik vegan ben of alle mijn vrienden vegan zijn, die varkens die gaan mogen nog steeds geslacht worden bij deze slachters. No? Ja. Dus liever samenwerken, die vinden het ook leuker te doen en is de deur open. Want ja, ik kan het helaas niet stoppen. Ik zou het heel graag willen stoppen, moet ik zeggen. Niet omdat ik vind die mensen moordenaars of slechte mensen. Ik ken heel veel leuke, intelligent mensen die zijn opgekooid in de industrie. En die vinden het ook niet altijd goed. Kijk, het is niet zwart-wit, maar ik zou het graag anders zien. Er werken heel veel mensen in die branche. Dat zijn niet in essentie slechte mensen. Nee. Maar hoe verklaar je dat die mensen dit werk doen? Je bent aan alles. Je ziet geen individuen meer. Je ziet geen individueel leed. Ga niet in die oogjes kijken. Daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Ze willen dat het schoon is, dat er geen ziekte is. Dat het zorgvuldig gebeurt. En dat ze zo netjes mogelijk werken. Maar dat heeft niets te maken met medemenselijkheid. Wat vinden jullie daarvan? Want het is een behoorlijk stigma wat er op jullie als branche geprojecteerd wordt. Hoe kijken jullie daarnaar? Jammer. Jammer dat er zoveel, soms toch wel misstanden bestaan over de intensieve veehouderij. We worden vaak misstanden over de sector in de media gebracht. En daar zijn, ja... Er zijn gebeurtenissen die deels misschien waarheid zijn en deels misschien ook niet. Maar de mooie dingen van de sector die worden te weinig verteld. Jij knikt? Ja, daar sluit ik me sowieso bij aan. Ik denk ook dat de Nederlandse intensieve veehouderij het eigenlijk heel erg goed doet. Als we kijken naar sowieso de rest van Europa al en laat staan de rest van de wereld. Hoeveel wij investeren in innovatieve oplossingen, milieuoplossingen, oplossingen op het gebied van dierenwelzijn. Ja, mooi. Dus in Nederland zeggen is het eigenlijk anders dan in de rest van de wereld.
Ja, ik denk wel. Ik weet dat we voorop lopen, we lopen sowieso voorop. De rest van de wereld moet voldoen aan andere eisen. Dus hetzelfde stukje vlees wat in Spanje in de supermarkt ligt, wat bij ons in de supermarkt ligt. Wij hebben dat veel duurder moeten produceren. Ja, dat is eigenlijk het meest frustrerende, dat vlees wat in andere landen geproduceerd is, dat wel in Nederland verkocht mag worden. Maar ja, dat wij in Nederland niet op die manier helemaal niet meer mogen produceren. En ondanks al deze punten gebeurt natuurlijk het vak nog steeds vanuit ja, liefde voor de dieren. Ja. En gewoon het hele rijlen en zeilen van een bedrijf. En dat wordt ook niet verteld. Sommigen lijden eronder. Sommigen houden werkelijk van hun dieren. Die vinden het erg. Maar die zeggen, ja, we kunnen geen kant uit, want daar hebben ze gewoon het geld niet voor. Ik weet dat ze het moeilijk hebben. Ze hebben het echt benauwd. Ze krijgen maar heel weinig geld voor hun inspanningen. En dan wordt ze van harte, het wordt echt tegengewerkt vanuit de politiek en vanuit de supermarkten. De supermarkten zijn heel schuldig en de politiek ook. Je kan de sector ook een heleboel, zoals het nu is, niet kwalijk nemen, omdat we natuurlijk in die 20, 30 jaar geleden zo enorm veel ook door banken juist geïnvesteerd is bij de boeren, dat ze en opgejut is om die consumptie maar hoger te maken of die productie hoger te maken, op te voeren. En voor mij is de stelling per definitie, alles waar geld en dieren samenkomen, delven de dieren het onderspit, zijn de dieren het slachtoffer van financiën, van alles wat met geld te maken heeft. Dus of het nou gaat om olifantenrietjes, of het gaat om ivoor, of het gaat om bontkraagjes, of het gaat om circusdieren. Zij zijn de dupe. En het geld trekt aan het langste eind. Als je dan kijkt naar productie ten opzichte van dierenwelzijn, is dat in balans? Als je het hebt over dierenliefde? In mijn ogen niet. In mijn ogen is het gewoon productiewerk. Het is een dier in deze maatschappij nog een machine. Die moet zoveel produceren om al die mensen te kunnen voorzien en voldoen van vlees en melk, dat er niet meer wordt gekeken naar het welzijn van de dieren. Want dat was een tijdje geleden ook, toen was er een koe, die had zoveel melk geproduceerd, daar waren ze helemaal trots op. Maar uiteindelijk is die koe wel te oud en wordt die wel gebracht naar het slachthuis. Terwijl die jarenlang zoveel hard heeft moeten werken en vervolgens wordt die wel gewoon gedumpt in het slachthuis. En waar wil je dan naartoe met die koe? Nou, die kun je toch ook gewoon eens oude dag in de wei laten staan. Maar dit koe, dit is typisch melkkoe in Nederland bij het slachthuis. Als we op een slachthuis voor melkkoeien zijn, dan komen we tegen dit soort van melkkoeien. Maar dit is zo'n moeilijke discussie met die sector bespreken, vooral met de handelaars die zeggen, ja, maar mager betekent niet dat die zijn slecht aan toe. Ik bedoel, top athletes zijn ook mager. Oh yeah. En dan heb je dit discussie, ja. Maar het klopt, dit is genetisch. Die zijn zo opgefokt, die zijn zo gefokt om alle hun kracht in een melkproductie te zetten. Dus natuurlijk na 4, 5, 6 jaren, die zijn op, die gaan naar het slachthuis. Ofwel, die kan makkelijk 14 jaar leven. No? Dus die ethische vraag is het acceptabel dat we fokken dieren die na 5 jaren zo eruit zien? Die hebben geen kracht voor hun eigen immuunsysteem, voor eigen bescherming, maar alleen voor productie voor melk voor ons. No? Ja. Want het gaat het beter met de dierenwelzijn in Nederland? Nou, er zijn regels. Er zijn best wel strenge regels. Maar we hebben altijd bedrijven die het anders doen of die een keer fouten maken. Dat blijven we toch blijven houden. Maar we moeten beperken, zo min mogelijk. Zoveel mogelijk beperken dat er zo min mogelijk dierenleed is. Dat is belangrijk. Wat doet dat met jou dan, als je daar staat en dat gebeurt? Wat goed is met ons werk is, we zijn niet een undercover organisatie, dus we praten meteen met de mensen aan of we helpen zelfs. En ik merk wel dat als je meehelpt of als je laat die mensen zien, ja, je weet dat het is ook moeilijker werk. Ik bedoel, dat is niet makkelijker werk. De hele 6 uur lang gewoon kippen laden. Yeah. Dan die voelen respect en dan zijn die oren open. Het werkt niet altijd, maar soms heb ik het gevoel, misschien die gaan een beetje daarover denken van hebben. Misschien ben ik naïef, maar ik probeer wel positief te blijven. Zou je nog een keer dat soort plekken bezoeken? Ik hoop dat het niet hoeft. Maar als het moet, dan doe ik dat natuurlijk. Ik vind dat mijn verdriet minder belangrijk is dan het vertellen van het verhaal.